Ik laat mijn tardiaan troon niet meer in. Tegen betaling. Ik laat mijn tardiaan troon niet meer in. Misschien vandaag ook een eerste keer. De uitnodiging gehoor heb kunnen geven om hier op deze eerste toonkamer even bij elkaar te komen. ik wil, dit is maar kort als plaatsvanger voor de vereniging, zal het woord tot jullie richten. Welkom wethouder, maar zoals ons met dit woord krijgen voor monumenten en archeologie. Ja, heel toepasselijk hier, maar dat komen we zo wel. En ook heel hartelijk welkom aan Leen Simons, directeur van onze PV2, die dus deze toonkamer verhuift in deze huis. Allemaal welkom op deze speciale dag. Ik zal in het kort uitleggen waarom wij hier bijeen zijn. In september 2012 werd onze zeemkundekring gevraagd of wij mee wilden kijken op de zoldervloer van de Toren van de Basiliek. Om te zien of wij eventueel archeologische voorwerpen, welke hier tentoon waren gesteld, konden duiden wat betreft de vindplaats en benaming. Hierbij hebben wij ook Kees Kops gevraagd, die jaren samen met Mohammed archeologische opgravingen heeft gedaan en vastgelegd. De reden was dat alle archeologische vondsten die benoemd konden worden, moesten worden opgeslagen in het provinciaal depot in Sint-Urbos. Gevolg was dat hier in de toren niet meer up-to-date was, uiteraard. Een tijdje later werd door de gemeente Oosterhout bij monden van Ring de Noord gevraagd of de heemkundekring, de heerlijkheid Oosterhout, de eerste zolderkamer onder een beheer wilde nemen. Om zodoende de tentoonstelling in orde te maken en te houden. De heemkundekring heeft daar ja gezegd en na enige besprekingen met Klaar Rodeburg en Ring de Noord van de gemeente zijn we aan de slag gegaan. Dat betekende de verdieners leeg werden gehaald, schoongemaakt en opnieuw ingericht met de diverse naar boven gebleven archeologische vondsten. Voorzien van de juiste teksten door Theo Adriaanse van de heemkundekring. Van voornamelijk pottenbakkerijen waar Oosterhout lang een vooraanstaande rol in heeft gespeeld. Tevens hebben wij afbeeldingen die de tentoonstelling inzichtelijk maken, vernieuwd en waar nodig aangepast met de vakkundige medewerking van Wim Vermeeren. Bij het herinrichten hebben we ons laten adviseren door Jacob Jonker, die hier vele malen als stadsgid boven is geweest om mensen de pottenbakkersindustrie van Oosterhout uit te leggen. Maar er was hierboven nog meer. Hier was nog iets extra's, namelijk de verschillende schilderstukken van de bekende Oosterhouters kunstschilder Albert Verschuren, die vele Roomse afbeeldingen schilderde, zoals de 14 kruiswegstaties die hier nog in de toren aanwezig zijn, en een groot aantal doeken die hiernaast, boven de kerkzolder, opgerold zijn opgeborgen en die wij voorzien van documentatie, zodat in ieder kan zien wat er in de rol is opgeborgen. Dan hoeven ze het niet meer open te maken. En niet dicht. Nieke Beekers van de heemkundekring heeft de historie van de kunstschilder uitgezocht en op schrift gesteld, zodat ieder er kennis van kan nemen. Dit alles gezegd hebben ze over wij als de heemkundekring, dat de gemeente bij monden van Marcel met de Marcelus tevreden kan zijn met het resultaat van ons opdracht. Bedankt. We staan op roerige grond. Dit is ooit steen geweest. Het is na een of andere 80-jarige oorlog, dan wel een Tweede Wereldoorlog. Het is zeer regelmatig aangepakt, althans de vloer. Gelukkig niet de kamer op zich.
Klokken zijn wel verwijderd en dergelijke, maar dit wassteen is nu een houten zoldering geworden. En roerige tijden heeft deze kamer meegemaakt. Eerst is de kerk gebouwd, 15e eeuw. 16e eeuw is pas de toren ernaast gezet. En is een verbinding aangelegd tussen die twee. Nou, als je wel weet, 1548 is er een nooddak gemaakt. 20 jaar later begon de 80-jarige oorlog. De toren werd ingenomen door de Spanjaarden, die gebruikten het als uitkijktoren. Dat was de eerste, zeg maar, hectische gebeurtenis binnen deze toren. Na de 80-jarige oorlog ging het naar de protestanten, terwijl het eigenlijk zo bedoeld is voor de katholieke kerk. Allemaal moeilijk, maar daar was Lodewijk de Koning in 1809 en die gaf Oosterhout stadsrechten. Dat hebben we vijf jaar geleden uitgebreid gevierd met elkaar, dat 200 jaar geleden was. Maar die deed ook iets anders. Die gaf de protestantse kerk, toen de protestantse kerk, gaf hem terug aan de katholieken. En zo ook de toren. De gemeente die nam die toren, zeg maar, die kreeg het eigendom van de toren. 100 jaar later is weer teruggegaan naar de parochie. En weer 50 jaar daarna zei de parochie, hij moet opgeknapt worden, we hebben geen geld. Wat herkenbaar eigenlijk. Want nu, in 2014, staat de nieuwe wethouder Monumenten en Archeologie voor de toch wel zware opgave, samen met de gemeenschap van Oosterhout, om naar de toekomst van de kerken in Oosterhout te kijken. De toekomst van deze kerk, deze basiliek, moet geborgd zijn. Dat lijkt me een eerste voorwaarde waar je aan moet voldoen als je discussies start. Die basiliek zal altijd moeten blijven. En bij de basiliek hoort de toren. En daarom is de gemeente zo blij met de rol van de heemkundekring, de heerlijkheid Oosterhout, die het beheer over gaat nemen van deze toren. Eigenlijk voldoet dat perfect aan wat we overeen zijn gekomen in het coalitieakkoord. Laat de deskundigen, de mensen die er verstand van hebben, laat die vooral de dingen doen waar ze verstand van hebben. En gemeente, doe een stapje terug en faciliteer het wel. Financier het als het nodig is om het allemaal in stand te houden. Maar laat vooral degenen die er verstand van hebben hun ding doen. Nou, dat gaat hier ook gebeuren. En dan gaat de heemkundekring, de heerlijkheid, die gaat het beheer overnemen. En ik kijk even naar Leni. Leni, jij gaat er nog iets mooiers van maken met jouw gasten. Jij gaat Oosterhout nog toeristischer aantrekkelijk maken, nog toegankelijker maken. Dus Leni, bij deze treed ik weer terug naar de gemeente en zeg ik VVV, pak deze kans en zet Oosterhout nog beter op de kaart. En dat gaat jou zeker lukken. Dank je wel. Oké, dankjewel. Voor jouw kennis van de Oosterhoutse geschiedenis. Ik zou zeggen, als je ooit iets anders ambieert dan het wethouderschap, dan mag je bij ons, wij kunnen wel een goede gids gebruiken. Wanneer kan je? Nou, we hebben morgen de eerste. Nee, ik vind het inderdaad, afgezien van de functie kerk of geen kerk van de dergelijke gebouwen, dat gewoon gebouwen als deze en andere historische monumenten voor een stad, voor elke stad, ontzettend waardevol zijn. Dat zie je als je zelf op vakantie gaat, dan klim je elke toren en bezoek je kerken en in Vermont kruip je onder de balustrades onderdoor allerlei moeilijke toestanden en vaak in je eigen plaats doe je dat niet, komt daar niet van of zeg je van nou ja, we kennen wel aan de buitenkant of wat dan ook. Dus in ieder geval is voor ons de Sint-Jans-basiliek met ook de toren een van de belangrijkste monumenten die wij graag voor het voetlicht willen brengen. Niet alleen bij de toeristen, maar sowieso natuurlijk bij de Oosterhouters. Daar hebben wij een aantal mogelijkheden voor. We hebben in de zomer een speciaal programma voor toeristen, voor kinderen. Ik geloof dat Eus Rovers, de lokale journalist, gaat morgen ook mee. Die krijgt een extra programma erbij aangeboden. Die houden morgen wat extra bezig. Maar we hebben voor kinderen speciaal onderleiding van onze gidsen. Nou ja, twee daarvan zijn aanwezig. Jacob en Rien hebben we leuke programma's om met name ook die kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de geschiedenis van de stad, met wat er allemaal heeft afgespeeld in die eeuwen terug. Kinderen vinden sowieso oude gebouwen en als het een beetje donker is, is allemaal leuk, is allemaal spannend.
Dus een paar jaar geleden hebben we een speciale speurtocht voor kinderen ontwikkeld. Dat ze aan de hand van een aantal vragen met de gidsen samen vragen moeten beantwoorden. En als ze dan uiteindelijk alles goed hebben, dan vinden ze boven in de torenkamer onder de klokken ligt de schat. Dus ja, dat is natuurlijk voor kinderen dan een ware euforie als ze die schat vinden. Maar ook voor volwassenen hebben we het hele jaar door het programma inclusief een stadswandeling, inclusief een kloosterwandeling, al dan niet alles op maat. Maar altijd staat in ieder geval het bezoek van de Sint-Jan en de toren centraal in zo'n historisch programma. Dus ik ben heel erg blij dat de torenkamer is heringericht en opgeknapt door de Heemkundekringen. Complimenten, want het ziet er fantastisch uit. Mooie nieuwe vitrines. Ik durf er niet aan te denken hoe dat die naar boven zijn gekomen, maar knap dat dat allemaal is gelukt. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik denk dat voor de toeristen die hier komen is dit gewoon echt een visitekaartje van Oosterhout, waarin zij gewoon een stukje van onze geschiedenis meekrijgen en dan ook nog toegelicht door onze stadsgidsen. Dus ja, dan hoop ik dat mensen met een blij gemoed weer terug naar beneden gaan en terug naar huis gaan en in ieder geval een goede herinnering hebben aan Oosterhout. Ik heb voor iedereen een klein pakketje van wat wij als VVV allemaal doen voor Oosterhout, excursies en de geschiedenis, met name ook over de toren. Dat zal ik iedereen even uitreiken of kan iedereen meenemen. En natuurlijk voor allemaal het Oosterhoutse aandenkentje, de Oosterhoutse kaneelstok. Wil ik nog even meegeven naar beneden. Calorieën hebben we al verbrand, dus dat kan ook. Heemkundekringen in ieder geval heel erg gefeliciteerd met deze prachtige locatie en prachtige herinrichting. En ik hoop, wij gaan er zeker heel veel gebruik van maken. Ik vind ook één ding doen en er waren schilderijen en dat soort dingen. Niet te wild. Nee, hoor, die zo vlot. Oh, ja. Dat weet ik nog wel in milieu. Treintje. Nou, neem dan maar zijn camera mee voor een goede foto van Treintje. Ja. Ja. Wat kijk je wel? Ik neem hem mee. Ik kom met jou. En ik wil dan met Daniel. En ik kom daar met alle. Ja, dan heb ik het ook gelijk. Ja, dat is goed. Ja? Ja.